Was je trouwens qua beeldvorming opgevallen dat Hoestra een baard heeft uh, nu? Ja, dat was mij opgevallen, ja. god, het staat iedereen vrij om, om precies alle, alle haargroei te laten gaan uh, waar, die, waar die gaat. Ja, maar denk je niet in de politiek dat dat bewust is? Want je wordt natuurlijk constant gefotografeerd en je staat op de film. Ja, het is altijd bewust natuurlijk. Als je, als je namelijk eerst altijd uh, je hebt geschoren, dan is het bewust dat je... Uh, dat je een baard hebt. Ik heb geen baard. Ik moet zeggen het maar even voor de zekerheid. Nee, luisteraars, ik heb geen baard. Ik heb aangroeisel. Maar ik heb geen bewuste baard. Ik heb een baard omdat ik in de tijd niet waar vond. Ik elektrisch scheren, dat irriteerde mijn huid enorm. Echt heel erg onaangenaam. Tegelijkertijd had ik een vrij zware baard. Toen heb ik het met een krabbetje geprobeerd. Dat leidde tot zwaar bloedende wonden, kan ik u verzekeren. Daar ben ik ook mee gestopt. Dus u moet mijn baard zien als een, als een, een verschijnsel van machteloosheid. Zien. <laughs> Af en toe knip ik het met een schaartje. Maar, dat is, maar ik heb niet bewust een baard omdat ik denk dat dat leuk staat. Of omdat Willem-Alexander er ook een heeft. Of Hoekstra ook. Of wie dan ook maar. Of Sinterklaas. Ik heb een baard omdat het stomme haar gewoon uit mijn hoofd groeit. Er was een vraag op Instagram nog van luisterers. Die zeggen: van Beste meneer Van Rossum, hoe onderhoudt u uw baard? Met een schaartje. Met een schaar dus. ja. Maar je smeert er niet iets in. Nee, je smeert er. Bij de kappen willen ze ook altijd iets in je smeren. Ja, dat is ook, ja. Ja, dat insmeren. Mensen die aan je hoofd zorgen. die wel altijd iets smeren. Iets in je hoofd, op je hoofd smeren. in je hoofd smeren. Ik wil niks. Ik wil ook geen zonnebrand. Uh, Anti-zonnebrand, dat wil ik ook niet. Aftersun? Zo vies. Vind ik zoiets vies. Ja, Aftersun, dat is me afgepakt in Calgary. dat er 25 milliliter te veel in zat. <laughs> maar wanneer was de laatste keer dat je echt geen, geen uh, haargroei had? Dat is ook foto's waar. Nou, geen... de laatste keer dat ik, geen maal, dat ik mijn baard wel bewust uh, heb afgeschoren, dat was het toen ik naar Amerika ging. Dus dat is 1974. Want er was mij verzekerd dat je, als je, als je met zo'n baard kwam, dat je dan, weet je, eruit gepikt en dan zagen ze je aan voor een gevaarlijke figuur. Dus ik dacht, nou ja, dat moeten we niet hebben als voor het eerst in Amerika. Dus ik had dat ding afgeschoren en ik had zelfs mijn fidicheef meegenomen, klote ding. Uh, je begrijpt hoe dit afgelopen is. Ik werd er uh, meteen uitgepikt. Ik heb anderhalf uur hebben ze mijn koffer hebben ze helemaal doorgerommeld. Ze hebben mijn fili-shape opengeschroefd. Ze dachten waarschijnlijk dat het een, 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 hand, een handgranaat was. En, en ik, er stonden mensen die, die mij daar, waar ik daar gelogeerd heb aanvankelijk, die stonden mij op te wachten. Ze zeiden, nou, hadden ze nog nooit meegemaakt dat iemand zo onheus reeds meteen bij binnenkomst. En dat is altijd mijn ervaring in Amerika geweest. Ze hoeven me maar te zien en ze denken. O oh jee. Ook in Europa. Trouw. De laatste reis niet. Ik heb al uitgelegd dat je nee, als je drugs wil smokkelen. Ik weet niet of jij geïnteresseerd bent in drugsmokkel. Eh, dan kan ik je warm aanbevelen. Zorg dat je een nieuwe auto hebt die er glanzend uitziet. Goed schoongemaakt is, echt. Eh, zorg dat je, of het je eigen vrouw is, doet er niet veel toe. Een aantrekkelijke vrouw zit naast je en twee. Opgewekte lachende kindertjes zitten achterin en spelen halma of zoiets dergelijks. Dan kan ik je garanderen dat je aan geen enkele Europese grens zul je aangehouden worden en onderzocht worden. En stapt u eens even uit. En, en wat zit er onder die stoelen, dat krijgt u allemaal niet. Nu ga je alleen. En je ziet eruit zoals ik. En je gaat niet bij, bij zo'n hele grote grensovergang waar je, waar je gewoon door kan jassen, maar je gaat in Limburg de grens over. Ik had een, een, inderdaad, ik heb nooit mijn auto's ergens netjes schoongemaakt. Een hele stoffige AMI-8 had ik. was een soort van reuze eend. En ik wist het, ik reed graag door de Eifel omdat het een prachtig landschap is. En dan kom je vanzelf uit ergens. In midden Limburg kom je weer in Nederland terug. Altijd hetzelfde, liedje. Gaat u maar eens even, zet u de auto maar even achter het gebouwtje. Daar heb ik toch ook, ik had zo'n... Zo'n pak bij met, met dots, weet je wel. En eh, wat zit erin? Ik zei: Nou, dat staat erop. Dots. En, en dan zit: Ja, zou u die zak eens even open willen maken? Ik zei, ja, wacht nou even, maar dan wordt het wel oud. Natuurlijk, jij hebt er niks mee te maken, meneer. Dat is, hè, we hebben niks mee te maken, meneer. Dus ik heb, ja, voor mijn goede gedrag een zak dots open moeten rukken waar ze roken hebben. Toen vonden ze, naar hun idee, roken het inderdaad naar dots. Dat was dat ze daar een speciale. Neus voor hadden, voor dots, ik zou je niet kunnen zeggen. Man, man, waar ik niet aangehouden ben met die, met die stoffige eend van mij, altijd in mijn eentje. Hè. Ben ik ooit aangehouden met vrouwen en kinderen? Never, nooit niet. Nooit. Waar dan ook maar. Man, ik ben aan de Joegoslavische grens, een drama werkelijk. Overal hebben ze gekeken, onder de motorkap, ze hebben onder de stoelen gevoeld. Nou, het was echt. Maar het is niet zo dat we de, de Amerika-reis gingen. Ik heb je toch goed? verteld van die hotels? Of niet? Ik heb ik toch verteld? Wanneer? Nee, dat als ik. We, we, toen, toen wij jong waren en nog geen kinderen hadden. Dat deden we altijd in, in mei een soort van. Uh, reden we maar zo'n beetje door Europa heen. om te ah, kijken ja. waar we terecht kwamen. Ja. En, en dat ik dan die kamers ging vragen. Nee, we hadden nooit een kamer. Het was fashion, ze hadden De kamers werden verbouwd. Er was altijd wat. <laughs> Het was net afgebrand, weet ik veel wat het was. Ja, dat vond ik zo raar. En dan bijvoorbeeld in mei, het was ook niet het hoogseizoen, want we gingen altijd buiten. Omdat je nog geen kinderen hebt, kun je buiten het hoogseizoen. Tot ik zei: ja, Het is zo, ga jij nou eens, zei ik tegen mijn vrouw. Nou, zij gingen. Nooit meer een probleem gehad. Al hadden kamers. Varsing was bleek niet te bestaan. De verbouwing was klaar. Het was kortom. Ja, het was ongelooflijk werkelijk en dat dus het leuke was natuurlijk dan dat mijn vrouw dan zo'n kamer geboekt had in zo'n Oostenrijks klotenhotel. en dat ik dan met het koffertje kwam. Hè. En dan zag je eens denken, oh god, oh god, god. Ja, wat is dit, een internationale crimineel, waarschijnlijk in een bende leiden. <laughs> ja, je weet hoe onschuldig en vrolijk ik eruit zie. Ja. Op festivals heb je dat altijd, hè? dat mensen uh, hele zakken met drugs en pillen en, en cocaïne mee naar binnen willen smokkelen. Ja, op de festivals waar we het net over hadden. Zou ik ook zeggen, neem een knappe vrouw. Zorg dat je voor begeleid wordt door een knappe vrouw. Nee, maar je wordt gefouilleerd die de daar. Je tent he? afleidt. Hè? Je wordt helemaal. Ge... Denk, denk aan die scène in de in Longes D. Ja. Een hele kar vol met, met neergeschoten piloten. En eerst komt die juffrouw met zo'n beetje zo'n open blouse en zo. En die gaat, we maken een lollig gesprekje met de Duitse soldaten. Ja, het zijn ook maar jonge jongens. En ondertussen piept die car voorbij met al die piloten erin, en dan stap ze weer op de fiets. En... Ja. En, kennelijk is dit de zaak van alle tijden. Ja. Ja. Als je het gezag wil misleiden, dan moet je dus. Ja. Waar bestaat de wereld uit profiling? Hè? Ik kan je verzekeren dat ik, dat ik, dat ik zelfs als, als ik ben naar een winkel zou gaan, ik zou mijn best doen dat ik daar ook verdacht word. En. en nu toch niet meer, nu is zeggen ze. Heb je van Rossum. Ja, dat is wat anders. Dat, nu heb je dat gedonden, want het is van Rossem. Ja, dat is waar. Die van de slimste. Ja. ja. ja, ja. Wie heeft maar goed, het? voordat ik dus niet bekend was, was dit mijn levenslot. En nog veel gekker is, mijn vader had hetzelfde probleem. En die had nou twee een grote snor en betrekkelijk lang haar. Zeker in de jaren 50. Dus God, allemaal. Vroeger kwam de douane al in de trein. Dus als je met de trein naar Parijs ging, wat wij ooit deden als gezin. En uh, nou ja, dan uh, moest mijn vader, die werd er meteen uitgepikt. En hij uh, moest ook de boel openmaken en zo. En, uh, allemaal profiling. Profiling is van alle tijden. Profiling is dat je, als je iets wilt doen wat absoluut verboden is, zorgt dat je er zo burgerlijk en zo mooi en zo netjes en zo fijn en zo algemeen aanvaard mogelijk uitziet. Nog één onderwerp. Uh, de uh, grootste vliegtuigroof uit de geschiedenis wordt het al genoemd. Uh, wat de Russen op dit moment doen. Uh, ik weet niet of je dat hebt gehoord. Die uh, leasen. Ja, die gaan al die lease-toestellen gaan ze naasten. Ja, precies, en die, die moeten natuurlijk op een gegeven moment moeten die ook deels naar, naar. of die staan in Rusland, die krijgen dan een nieuw nummer. Een Russisch nummer. Ja. Ja, en die gaan natuurlijk niet meer terug naar de leasemaatschappij. Nee. Want een groot oh. deel van de maatschappij lease natuurlijk hun vloot. Toch raakte Rusland op het punt van die vliegtuigen op vrij korte termijn ernstig in de problemen. Omdat ze geen reserveonderdelen krijgen. Precies. Ze hebben allemaal westerse toestellen gekocht, natuurlijk sinds 1989. Omdat die, die Tupolev-dingen inderdaad ook niet de top waren. Die vielen ook als dode vliegen uit de lucht. Ik heb wel eens zo'n ding gevlogen. Nou dit, dit is een andere kwestie. Dus ja, er zullen steeds meer toestellen aan de grond komen. Je kunt natuurlijk eerst cannibaliseren. Want je hebt een vrij omvangrijke vloot. Maar aan het cannibaliseren is natuurlijk ook een grens gesteld. Dus als die sancties intact blijven, dan zullen ze toch heel snel problemen krijgen. Echt ernstige problemen. Ja, maar als ze ermee doorvliegen, is dat natuurlijk een gevaar voor de eigen bevolking. Ja, zonder meer. Maar daar hebben ze nooit erg zwaar aan geteeld, kan ik je verzekeren. Ook in de communistische tijd was het altijd zo: als er een vliegtuig neerstortte. Dat we doodgezwegen. Ja, wij zullen dat niet horen hier in het Westen. Nee. Nee, 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 nee. En als ze terugkomen, dan zijn die vliegtuigen eigenlijk waardeloos, want de onderhoudsgeschiedenis is natuurlijk zoek. Zonder twijfel. Dus of, of ze zouden helemaal geheel gereviseerd moeten worden. Maar ik denk dat dat uh, inderdaad een verloren zaak is. Ja. Schijnen toch, hè? Maar het hoort bij de, bij, ja, bij de oorlogsvoering ook dan deels. Ja, het, het, het hoort bij het patroon, natuurlijk, in Alap, uh, Natuurlijk, Kijk. Rusland heeft besloten natuurlijk dan ook maar overal de beuk in te gooien. Ja, ja. Dat zie je ook aan de gasleveranties. Want natuurlijk die, die pesterij, dat ze het gas afwakkelen, vond ik ook vrij sterk. Ja, ik wou nog iets zeggen eigenlijk. Maar dat heeft hier met al deze dingen helemaal niets te maken. En dat betreft eigenlijk al die dingen die ik toegestuurd krijg. Hele aardige, vriendelijke brieven. Soms ook brieven dat ik het geloof wat serieuzer moet nemen. Dat ik tot mijn spijt kan ik daar niet aan voldoen. Ik kan het geloof niet volledig over serieus nemen. Maar ik krijg ook portretten, tekeningen. En met name ook manuscripten toegestuurd. Zou u alstublieft mijn, mijn manuscript, mijn vaders manuscript enzovoort eens willen lezen en kijken of u het wat vindt? En eh, lieve toestuurders, ik ben eh, daar allemaal zeer dankbaar voor. Maar ik heb geen secretaresse. Ik word 79 aanstaande oktober. Ik heb een relatief druk leven. Ik kan simpelweg niet op al die attenties reageren. Dus ik dank er zeer voor. Ik dank iedereen die de moeite heeft genomen om iets te sturen, van welke aard dan ook. Maar ik kan niet op elke, niet waar, op elke gift ook een dankbaar antwoord verzorgen. Het spijt me, maar het is niet anders. Hoe kom je er nu op dat je dat nu even wil benoemen? Dat wou ik toch al bij het begin, maar dat was ik weer vergeten. Dat oh, is het vergeten, ja. Geld overigens ook voor de brieven die gestuurd worden over de podcast. Dat wordt allemaal wel gelezen, maar we kunnen niet overal op reageren natuurlijk. Dat is niet te doen. Nee, want je, dan moet je een apparaat hebben. Dus Dan ja. ja. uh, moet je dus een heel secretariaat hebben wat dit soort van dingen gaat zitten doen. Precies, nu ik, het, uh, nu ik het. Ik denk er nu aan. We moeten nog eventjes. We moeten even een quoteje afgeven voor het persbericht van Beeld en Geluid. over het archiveren van de podcast. Wat je daar als historicus van vindt. We hebben dat al een keer opgenomen, maar ik ben dat weer kwijtgeraakt. Ja. Dus of je daar nog even iets van. wat je daarvan vindt, dan zetten zij dat in het persbericht. Nou, ik stel archivering, officiële archivering. want daar gaat het hier om door uh, het instituut Beeld en Geluid in Hilversum. En over dat gebouw, althans het uiterlijk van het gebouw, niet erg te spreken. Maar wat ze daarbinnen doen, dat is ongelooflijk nuttig. En ik vind het eerlijk gezegd wel een compliment dat ze bereid zijn, of van plan zijn, of in ieder geval daar een wens hebben uitgesproken. om onze podcast te archiveren. Ik juich dat zeer toe. Niet waar? Ik hoop op deze wijze ook dat wij eh, voor de eeuwigheid eh, gearchiveerd worden. Dus dat je ook over 150 jaar nog kunt zeggen: van zeg. De hoogst interessante bron voor een leuk geschiedenis van de jaren. Nou ja, zullen we maken het begin van de 20e eeuw, 21e eeuw. Dat is die podcast. Ik neem aan ze ook een aantal andere podcasts zullen willen archiveren. Want ik begrijp dat ze ook de Dino-podcast willen ja. archiveren. Ja, dat klopt. Nou, het is, ook het ook... is een modern medium, wat, wat in alle opzichten toch weer een net iets andere draai geeft aan het commentaar. Dan laten we zeggen, op één, om maar iets te noemen, of andere talkshows, die overigens waarschijnlijk ook allemaal gearchiveerd zullen worden. Dat je zou je ze aan ze moeten vragen? Zijn, is er nog iets wat jullie niet archiveren? Volgens mij archiveren ze alles. Het is ook trouwens al klaar hè. Ze, de, de, alle podcasts zijn gearchiveerd tot nu toe. Ah, goed zo. Ik juich het van harte toe. Oké, okay. nou stuur ik dit daar eens op en dan Vind komt ik er... nuttig werk. Dan komt er een, post, uh, een, uh, een archief in ieder geval, of nee, een persbericht komt er daarover. Dus. Uh... Overigens van op één is ook een podcast. Dat is gewoon de uitzending die ze dan doorzetten als podcast. Ah, wordt daar ook naar geluisterd door? Geen idee. Geen idee. Even kijken. Want Dat is heel gek bij die. Ik weet niet of je als naar de kijkcijfers kijkt. Van op één. Ja, dat die starten dus met, met 1,3 miljoen kijkers. En na het gemiddelde blijkt dan uh, 700.000 te zijn. Dus die raken op een of andere manier de loop van de uitzending helft van hun kijkers kwijt. Nou raken. Alle uitzendingen raakten een deel van de kijkers kwijt en in de loop van de uitzending zijn er enorm veel mensen die hoe heet dat ook alweer kanaal zwemmen uh, zeppen zeppen ja ja kanaal zwemmen dat is ook wel een mooie na naam.